kracht van de herhaling. Er zijn mensen die dit muziekje in het begin afschuwelijk vonden. Ik snap dat niet. Maar die er inmiddels zo aan gehecht en gewend zijn dat ze ervan zijn gaan houden. Steken. Een mooi muziekje van Marco Rapers. Ja, die zijn er absoluut. Welkom, we zijn in Eindhoven. Een dagje topnames on tour. We zijn op de High Tech Campus te gast bij Startup Bootcamp High Tech XL. Bob Flemmix, jij bent een van de mensen die hier zit, van Manus. Manus Machina. Machina, ja, ik moest nog even denken, het zijn net nog van die woorden, hoe spreek je het uit? Ga je het op zijn Engels doen, doe je het gewoon op zijn Nederlands? Het is Latijns, dus daar hebben we het vandaan. Manus, ja, staat voor handen en Machina voor eigenlijk machine. Dus handen van de machine. Leg even uit wat jullie doen. We hebben, we hebben een set handen ontwikkeld. Waarmee je, door een set handen ontwikkeld? Ja, handschoenen. Waarmee je door een digitale wereld eigenlijk gewoon heen kan navigeren en daar interactie binnen kan hebben. Wat moet ik me bij voorstellen? Allemaal sensoren op die handschoen? Beweging, ja, we hebben nu hebben we nog een prototype waardoor alles op de bovenkant nog heel erg zichtbaar is. We hebben bepaalde technieken die het dus mogelijk maken dat je echt door het gebruik van je handen, dus als je naar voren, naar achter, links, rechts en dan met je andere hand kun je bijsturen. En je kunt al je vingers ook nog gebruiken om commando's op te zetten. Maar normaal betaal je 1, 2, 3, 4, 5, maar wij kunnen dus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus we kunnen heel veel verschillende combinaties er ook mee gaan maken ook. Hey, waarom ben je dit gaan doen? Was die andere controller niet goed genoeg? Nee, eigenlijk niet voor wat wij willen gaan doen met virtual reality. Want het idee is bij mij begonnen. Ik had een paar maanden terug eigenlijk kijkende naar de Oculus. Heel veel dingen in virtual reality eromheen waren. Loopbanden, brillen om erin te komen, maar niks eigenlijk voor de handen. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik ben toch klaar met mijn studie. Laat ik gewoon iets gaan doen. En zo ben ik mensen in mijn kring erbij gaan zoeken. En zo hebben wij het team gemaakt. Je zegt een paar maanden geleden, dus zo snel heb je zeg maar een werkend prototype kunnen maken. Dat is de man die het prototype werkende heeft gekregen, Stijn van Veenendaal. Die heeft het verder ontwikkeld. Dat is een van de medeoprichters. Stefan van der Brink is ook een van de medeoprichters. Zij zijn er eigenlijk vanaf het begin al bij. En ja, vanaf daar zijn wij verder gaan uitbreiden en zijn wij ook zo bij de bootcamp terechtgekomen. Hey, hoe het prototype werkt, daar hebben jullie een best aardig filmpje van gemaakt. Dat wilde ik eigenlijk even laten zien, Martinus, als je dat kunt instarten. Kun jij misschien even uitleggen wat we zien? Is goed. Tijdens dit spel ben ik Deus Ex aan het spelen. Is een spel eigenlijk waar, het is ver in de toekomst. En er is heel veel met robotica gebeurd en cybernetica. En ja, het is eigenlijk een conspiratieverhaal waar je dingen moet oplossen en achterhalen. Dat geloof ik allemaal wel, maar die handschoenen moet je eruit zetten. Mijn handen, zoals je ziet, kijk mijn handen, sorry. Ik vind het een heel leuk spel. Als je ziet, gebruik ik mijn handen eigenlijk om te bewegen, te richten en te lopen. Ik kan bijvoorbeeld herladen, ik kan mijn linkermuisknop gebruiken om te schieten. Je ziet dat ik kan duiken en als ik mijn handen naar voren beweeg, dan loop ik eigenlijk door deze wereld heen. Ik ben dus echt alles ook hier met mijn handen aan het doen. Hoef geen controle meer vast te hebben. En kan, zoals je ook ziet, het toetsenbord staat er in principe voor mij. Maar ik gebruik hem niet, muis niet. Alles is ingeplugd, maar ik ben alles met mijn handen aan het doen. Hey, waarom is dat nou een groot voordeel? Met virtual reality, omdat als ik zelf ook gewoon de bril op en anderen ook, je hebt zoals een hele gave, dat zit helemaal in die wereld. Maar als je dan achter jouw toetsenbord en muis op die manier dingen moet doen, haalt die ervaring eruit. Die experience van dat aanwezigheid in die virtuele wereld is er niet. Omdat ik nog steeds gewoon met mijn muis en toetsenbord dingen aan het doen ben. Iedereen die ook onze handen aandoet en daardoor zo'n wereld loopt, zegt ook, het is eventjes wennen, maar binnen een paar, drie minuten hebben de mensen al door hoe ze moeten lopen. En ze zeggen daarna, het voelt ook gewoon heel natuurlijk aan. Ik wil jullie ook graag uitnodigen om ook nog een demo te willen geven, als jullie dat graag willen. Ja, hij lijkt me heel leuk. Super. Ik kan, dat kunnen we straks anders wel even jullie ook gewoon laten doen. Maar ja, het is echt, wij denken ook echt dat dit gewoon nodig is. En als je ook gewoon kijkt, je wilt gewoon in zo'n wereld aanwezig zijn en niet het gevoel hebben dat je nog. Is dit weer een klein stapje in die beweging richting volledige virtual reality? Ik bedoel, de Oculus Rift is natuurlijk belangrijk, maar wat jij zegt, wij hebben er ook mee gespeeld, jij ook, ik ook. Ja, dan loop je in zo'n wereld, maar dan mis je
ja, totaal de verbinding daarmee, omdat je die sensoren verder natuurlijk mist. Nou, maken jullie handschoenen? Denk je nu al verder? Wij zijn zeker al verder. Wij zijn zeker ook gewoon verder aan het kijken. Bijvoorbeeld als je dingen vast wil pakken. Ja. Dat je dan ook echt voelt dat je iets vastpakt. Ja. Dat jij dat ook als jij in die wereld bezig bent. Dat je dan iets kan oppakken. Dat je dat dan ook voelt gewoon. Ja. Daar willen we ook zeker naar gaan kijken. Wij zijn dus ook kijken met partners en mogelijke om daar ons in te kunnen helpen. Ja. Is het eigenlijk niet verbazingwekkend dat dit er niet al aan is? In zoverre, als je kijkt naar de Oculus Rift, kijk, we zijn al bijna 20, 30 jaar bezig om die virtuele wereld in te stappen. We hebben al zoveel films daar voorbij zien komen. Total Recall bijvoorbeeld, Minority Report, maar het heeft het allemaal net nooit gehad. En dankzij de Oculus, die 2 jaar geleden eigenlijk op de markt, zij hebben eindelijk de technologie kunnen maken, waardoor je die presence gewoon ook goed aanwezig hebt. Dat jij, als jij ergens kijkt, dat je dat ook goed door hebt. Kijk, de eerste Oculus had nog zo'n zwarte rand, maar de nieuwe Oculus, dan merk je dat al niet eens meer, dat je naar een rand zit te kijken. Dus je hebt ook echt dat gevoel meer dat je daar aanwezig bent. Ja, volgende week hebben wij op dinsdag We Make VR komen bij ons aan tafel. Die zijn ook bezig met de Oculus Rift en die hebben dan weer sensoren nu gemaakt die je op je lichaam kunt dragen. Waardoor je ook bewegingen die je met je lichaam maakt, zeg maar, terugziet in de virtuele wereld waarin je loopt. Zijn dat soort dingen voor jullie ook interessant? Dat zijn zeker interessante dingen ook gewoon voor de virtuele wereld. Maar waar wij ook naar zitten te kijken, wat ook gewoon, kijk, wil je, als je niet wil rondlopen heel de tijd, er moet ook een manier zijn om gewoon daadwerkelijk, als jij in je stoel zit, gewoon te kunnen lopen, bewegen en vervolgens daarmee interactie te kunnen hebben. Wij denken daarin, ja, het is misschien een andere weg. Maar onze weg is ook gewoon als jij thuis in een stoel wil zitten, als ik gewoon even onderuit wil zitten en dan gewoon wil gaan doen. In plaats van dat ik moet gaan lopen met mijn lichaam. Kijk, het idee van in een virtuele wereld zijn, heel vaak wil je er eigenlijk gewoon in die virtuele wereld aanwezig zijn. Niet dat jij met jouw fysieke lichaam ook voor alles moet gaan doen. Het zijn keuzes die je daarin maakt. Ja. En het zijn altijd interessante dingen, ook gewoon voor de virtuele wereld. Ja, wat ik wel heel interessant vond, wat je op je website schrijft. Dat gaat namelijk helemaal niet alleen over computerspelletjes en virtual reality. Je had het ook over communicatie. Ja. Dat je jouw handschoenen heel goed zou kunnen gebruiken bij nieuwe vormen van communicatie. Wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld gebaren omzetten naar spraak. Dat kan zijn van voor dove mensen een stem te geven tot in beveiliging. Dove mensen een stem geven? Gebarentaal omzetten naar gesproken taal. Dat zij dus je moet voor zien dat iemand die met gebarentaal praat, geautomatiseerd omgezet kan worden. Ja, bijvoorbeeld dat je dan zegt, wij ontwikkelen, dan hebben we dan elektrische handschoen en dan omzet en dan besturingssysteem. Ja. Dat zou je dan kunnen horen via daadwerkelijk een bandje, terwijl een dove dat doet. Maar een andere ook daarin verder qua communicatie, kijk in de beveiliging. Er zijn heel veel muziekfestivals waar heel veel geluid is. Het probleem wat beveiligingsmensen hebben op hele drukke evenementen, wat ik ook al met beveiligers besproken heb, zij hebben een knop dan bij hun hand, dan moeten zij inspreken. Ja. Maar heel vaak heb je het probleem, door ruis eigenlijk, dat ze niet verstaanbaar meer zijn. Door zoveel geluid en achtergronddingen. En het probleem is, er zijn situaties dat je heel snel moet handelen. Als er een groot probleem is, tenten instorten en er is paniek gewoon breekt uit, dan is er zoveel geluid, dat wil jij gewoon heel snel met jouw handen gewoon een gebaar kunnen geven van dat de pleuris is losgebroken eigenlijk. Dat zeg ik misschien heel, heel boers. Maar dat zijn wel situaties waarin je heel snel moet kunnen handelen. En dan is die tijd is daarin cruciaal. Als zij dan alles moeten doorgeven en dan moeten we niet eens zeker weten of het is binnengekomen. Een paar enkele secondes kunnen gewoon heel gevaarlijk zijn daarin. Hey, die mogelijkheden zijn dus heel, heel, heel breed. Maar waar gaan jullie op focussen? Of gaan jullie eigenlijk zelf nergens op focussen? Maar zeggen jullie, wij zijn enablers door deze handschoen? Ja, dat is ook waar. Wij zitten dus nu ook in de high-tech bij de Startup Bootcamp. En die gaan ons daar ook echt gewoon in helpen. We zijn op dit moment, is iedereen hier ook mee bezig. We hebben ook een workshop juist in
ja, je businessplan, daar zijn we volop mee bezig. Want ja, we hebben dan een aantal ideeën, maar het kan best zijn dat wij een aantal dingen nog gewoon echt compleet over het hoofd gezien hebben. Ja. We zien is gewoon het... wel dat gaming een hele interessante markt is. Dus daar zijn wij ook zeker aan het kijken ook. Ja, we hadden hier de organisator van het Startup Bootcamp, ja. Guus, al even aan tafel. Die zei ook van ja, vaak zijn toch die technologiejongens, de Willy Wortels noemde hij ze, die zijn niet altijd even goed in dingen als marketing. Is dat herkenbaar? Ik heb zelf, hoe heet het, een achtergrond in communicatie. Oké, okay, dus jij bent geen Willy Wortel. Ik ben juist alles, ik ben redelijk atechnisch als het komt op dingen bouwen. Zoals mijn vader altijd zegt, je bent beter in dingen uit elkaar halen en ze vervolgens niet meer in elkaar te zetten. Okay. Ja, geen Willy Wortel aan tafel. Nee, ik ben echt van de, ook de communicatie en... Ja, dat vind ik zelf ook gewoon heel leuk, ook om te doen, dat gewoon daarmee bezig te zijn, contacten daarin te leggen en met mensen daar gewoon aan tafel te zitten. Dus dat vind ik ook gewoon zelf heel leuk. Ja. Ik begrijp wel wat je bedoelt, om eerlijk te zijn, want dat zie je wel heel vaak bij techneuten, dat die willen perfectie afleveren. Maar we zitten, je bent in een fase waar alles heel snel moet gaan. Je moet, kijk, 70% wil niet zeggen dat je een slecht product aflevert. Ons product is al gewoon in zoverre klaar. Wat techneuten willen doen is gewoon nog verder en nog meer en nog verder. Die zijn over 5 jaar hebben ze het product perfectie. Maar dan is er, als jij nu binnen een jaar op de markt komt, heb jij veel sneller je perfectie. En... Dat kun je dan nog veel meer mee. Heel snel. Je zei dat je eigenlijk in een paar maanden van idee naar prototype bent gegaan. Ja. Wanneer is jullie product klaar voor de markt? Wij kunnen eigenlijk ook binnen een half jaar ook gewoon echt dat wij gewoon een heel sterk product gewoon hebben. Ja. En dan van daaruit kunnen wij dus al de andere markt ook willen wij verder gaan richten. Hey, als jij zegt van wij hebben het in een paar maanden ontwikkeld, kan een ander dat vermoedelijk ook. Is dat een gevaar? Is het uniek genoeg wat jullie doen? Ja en nee. Het is altijd ook... in principe, je hebt heel veel Willy Wortels. Maar wij zijn wel nu bezig... Wij hebben de hulp en de backing van zo'n startup bootcamp. Dus ja, dat zijn dingen waar je altijd rekening mee moet houden. Maar wij weten wel dat wij hier zeker echt gewoon in goede handen zijn. Ja. En wat hoop je dat er uit die startup bootcamp... Want dat is 3 maanden, meen ik, hè? Dat jullie, ja, dat en daarna mag je ook nog echt 3 maanden sowieso... eigenlijk 6 maanden, zeggen ze dan ook. Je hebt 3 maanden echt die trainingen. En na die 3 maanden dan eigenlijk ga je ook nog verder met de funding. En dan mogen wij blijven hier ook gewoon hulp krijgen... En zij blijven dat ook gewoon daarin faciliteren. Want ja, zij willen ook graag natuurlijk dat wij hier gewoon succes hebben. Dat is ook gewoon voor hun mooie successtories. Ja. Hey, als jij Eindhoven moet karakteriseren als plek voor start-ups, voor ondernemers. Fantastisch plek. Wat maakt Eindhoven goed? Ja, eigenlijk ook gewoon waar we nu zitten. Gewoon de high-tech campus. Dat is gewoon 1 vierkante kilometer waar gewoon zoveel bedrijven zitten. Er zitten hier echt zoveel grote mogelijke productiepartners. Bedrijven die ons kunnen helpen. Overal, de bootcamp heeft zoveel deuren voor ons opengemaakt. Ik ben er echt heel blij en dankbaar voor dat zij ons hier ook in ondersteunen. Want de high-tech campus, ja, zoveel bedrijven... Zoveel mogelijkheden. Dus ik zie dat echt goed komen. Hey, ben je op zoek naar investeerders in deze periode? Is dat wat je aan het noemen? Wij zijn op zoek naar investeerders en partners. Om eigenlijk ons in deze tocht te helpen. En dat wij dan ook samen tot een goed product kunnen komen. Want we hebben een zeer goed product. Alleen we willen dit gewoon we willen van prototype naar een kant-en-klaar product. Ja, als ik jou vraag, is het belangrijker om... Want je vindt de games duidelijkwijs heel erg leuk. Je vertelde daar net al graag over een specifieke game. Wat zou jij liever hebben? Dat je zeg maar de doven en slechthorenden een handje helpt bij het zich verstaanbaar maken? Of dat je gewoon alle coole game kits aan jouw handschoenen hebt? Persoonlijk, ik vind het heel belangrijk ook dat het product zeker mensen gewoon gaat helpen. Ook, want dat is ook echt wat wij heel graag ook in de toekomst ook willen gaan doen. Mensen gewoon met ons product gaan helpen. Daarom ben ik ook heel blij dat een van de teams, Bibak bijvoorbeeld, wat zij doen. Zij hebben ook niet voor niets gewoon de meest innoverende prijs gewonnen van EY. Zij hebben, zij willen gewoon landmijnen gaan opruimen en ervoor zorgen dat mensen... gewoon weer gebieden zelf ook gewoon weer accepteren en daar gewoon weer in durven te werken. Want 50% van de gebieden die dan bedrijven opruimen voor hun gaan gewoon verloren. Puur door dat er geen vertrouwen is en door hun zelf het vertrouwen te leveren en de kennis te bieden. En ik vind het ook gewoon heel knap en sterk. Als je nou naar jouw eigen verhaal kijkt, hè, ben je dan verbaasd
hoe snel het kan gaan. Want je zei net van, ja, ik had een idee en ik was toch net klaar met mijn studie. Dus ik denk, ach, ik ga maar eens even een beetje lopen prutsen. En twee maanden later heb je een werkend prototype en zit je in start-up bootcamp. Het is wel sommige momenten dat ik echt zoiets heb van, wauw. Echt gewoon van, hoe we dit met z'n allen hebben voor elkaar gekregen. Want ik ga absoluut niet de credit pakken. Ik zeg dan wel dat het eBay bij mij begonnen is, maar het is echt ons bedrijf. Wij zijn, iedereen in het team staat er ook volledig achter en zorgt er ook voor maar dat het ook succes een, is. Is het ook een, of kan het een voorbeeld zijn voor anderen? Dat je eigenlijk zegt van, weet je... Ja, niet luisteren naar naysayers. Er zijn altijd mensen die, als je gaat luisteren naar mensen die zeggen, nee, dit gaat het niet worden. Weet je, dan kan je net zo goed in je bed blijven liggen. Want die zijn er altijd. Ja, want die zijn er altijd. Dus ga, als jij zelf gewoon ook echt ervoor wil gaan... Als je iets doet, doe het goed. Dat is het motto van mijn vader ook altijd geweest. En ja, dat ben ik het zelf volledig mee eens. Dus je vader is trots op je? Ja, zeker. Mijn ouders zijn zeker trots op me. Ja. Oké, super. Jij nog vragen? Nee, ik ga... Gaan we straks even doen, hè, toch? Wij gaan zo even die demo doen. Daar verheug ik me erg op. Ja. En nou, op de website van jullie staan nog een paar voorbeelden en filmpjes... Ja. Dus wie geïnteresseerd is, kijk er even op. Ja. Hey, ik wou nog eventjes iets zeggen over Stef van der Ziel. Stef van der Ziel is ook al eerder bij ons te gast geweest. Stef is van Streamzilla, sponsor van Fast Moving Trucks, die het mogelijk maakt dat je naar deze stream kijkt als je nu live kijkt. Stef meldde net, hij heeft vandaag een blogje over geschreven, dat hij vandaag 20 jaar streamt. Zo. Dus die was er heel vroeg bij. Ja, ik weet dat Stef er heel vroeg bij was. Want hij was echt in Nederland baanbrekend bezig in die tijd. Ja. 20 jaar. 20 jaar. Dus dat gaan we straks even zijn blog over lezen. Dus gefeliciteerd Stef. Mooi werk. En dankjewel voor je steun. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je nu live. Straks gaan we gaan niet de hele dag door in Eindhoven. Dus blijf vooral hangen en kijk je on demand. We bundelen dit alles mooi in een playlist op YouTube en op onze site natuurlijk. Fastmovingtargets.nl. Dankjewel. Dag.